Welkom allemaal op donderdagavond dit keer, maar op 22 februari 2018. Vanavond hebben we weer een mooie Facebook Live uitzending, althans dat hopen we. We gaan het hebben over Modi. En leuk detail, we hebben precies een jaar geleden zijn wij begonnen met de eerste Facebook Live uitzending. Toen zat ik hier met Henk-Jan Aanstoot. Henk-Jan, toen hadden we het over de feiten en de fabels over de genezing van diabetes. Ja. Is daar wat in veranderd afgelopen jaar? Ja, er komen wat nieuwe dingen uit. En ik denk dat we gauw weer een keer in het voorjaar een uitzending moeten maken. En dan proberen we ook wat mensen erbij te betrekken die echt aan de lijve weten hoe dit gaat als patiënt, maar ook als onderzoeker. Hartstikke goed. Ik ben nog niet genezen afgelopen jaar, dus daarom gaan we lekker verder met deze uitzending. We gaan het hebben over Modi en dat doe ik gelukkig niet alleen. Bij mij aan tafel heb ik dokter Sim, die moet Sim. Ja, hallo. Welkom. Welkom iedereen. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Dus we willen graag heel veel laten weten over wat betekent Modi, wie zou het kunnen hebben en hoe ziet de behandeling eruit en ja, bij wie zou je aan kunnen denken? Dus. Hartstikke goed, fijn dat je er bent. Jullie gaan natuurlijk allemaal nu raden waar komt dokter Sim, waar komt die moet vandaan? Dat is uit Duitsland, dus dat kan nu, dat is ter accent, dat horen we. Dokter Aanstoot woont tegenwoordig in de Achterhoek, maar dat horen we nog dat niet. Dat kan ik niet horen, nee. Hey, Modi, wat is Modi eigenlijk? Is dat... Dimut, mag ik die vraag aan jou stellen? Wat is Modi? Modi is iets dat werd pas in 1974 ontdekt. Dat zoiets bestaat wat niet heel ernstige diabetes is. Wat erfelijk is. Waar je uitvleesklier niet kapot gaat. Maar waar iets genetisch is. Waar meerdere mensen in het gezin de vorm van diabetes hebben. Dus dat zijn zo een beetje die aspecten waar we later nog in detail op in zouden kunnen gaan. Ja. Maar het is echt iets wat heel specifiek is, waar maar een klein clubje van betrokken is. En het is anders, aan de andere kant heel erg leuk als men er aan denkt. En dan betekent het ook vrij veel voor de persoon zelf en ook het gezin. Yes. Ja. Hey, is het een vorm van diabetes type 1? Mogen we dat zo noemen? Nou, nee, helemaal niet. Dus, ik zie Henk-Jan ook al schudden. Het is absoluut alleen maar iets wat de betacel betreft, de betacel zelf. Er zijn veranderingen binnen de betacel die erfelijk zijn. Ja. En type 1, zoals we allemaal weten, is een aanval tegen de betacel en die gaat kapot. Maar dat heb je dus bij de Modi niet. Dus daar heb je iets veranderingen binnen de betacel. Het is best lastig verhaal, toch? Ik vind type 1 al lastig. Eigenlijk moet je, kijk, we hebben al verteld in het kader van al het onderzoek dat we vooral aan het kijken zijn naar de verscheidenheid van type 1. Ja. Als je dat doet, kom je gekke dingen tegen, gekke vormen. En Modi is maar één van die vormen die heel apart is. Ja. Want eigenlijk moeten we het hebben over niet type 1 diabetes. Of wat ik wel zeg, typisch geen type 1. Typisch geen type 1, kijk. En daar zitten meerdere vormen in. Hè. We hebben in de aankondiging ook die termen genoemd. LADA, MID, Modi. Ja. En eigenlijk bedoelen we dat het niet precies type 1 is. Maar dat we intussen van die vormen wel weten wat het wel is. Dus we kunnen eigenlijk zeggen, we hadden vroeger type 1 en type 2. Mm-hmm. En zwangerschapsdiabetes. Nu hebben we nog een aparte groep met bijzondere vormen. Waarom is dat belangrijk? Daar zullen we het nog wel over hebben. Maar bedenk bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is om dat te weten. Omdat het je behandeling kan beïnvloeden. Maar ook ons onderzoek kan daardoor weer heel erg geholpen worden. Om heel goed te zien hoe al die vormen van diabetes ontstaan. Hey, hoe zijn we er eigenlijk achter gekomen dat Modi bestaat? Kunnen jullie daar, weten jullie daar iets? Nou, dit is wel zoals ik al zei, dat was in Engeland. Daar was heel veel onderzoek van een meneer Tattersall, die zei, nou ik vind het toch bijzonder, ik heb daar een gezin, daar hebben meerdere mensen in dit gezin hebben diabetes en ze vertellen, als ze met vakantie gaan, dan laten ze even de insuline stoppen ze met de injecties. En die kunnen ze echt... We hebben nog een plaatje van. Dus ik laat even zien. Dus dit is meneer Tattersall, die heeft de eerste publicatie hierover gedaan. Oké, en hij was arts en hij behandelde type 1 patiënten. Hij was arts en behandelde type 1 patiënten. En wat hem opviel was dus, hij had een familie waar meerdere mensen in dit gezin diabetes hadden. Dus de twee broodmeisjes, de broodzelf,
en moeder en tante en oma van de bruid. Dus dat was wel opvallend. En ze vertelden alle hetzelfde verhaal. Dus het is niet echt serieus met ons diabetes. En we kunnen ook zonder. Okay. En dat is een van de typische kenmerken. Dus je verzuurt niet als je de insuline weglaat. Wel heb je diabetes. En dat is wel duidelijk. Maar je verzuurt niet eraan als je de insuline weglaat. En op die manier heeft hij dat uitgezocht. En het toen de milde vorm van diabetes genoemd. En toen in die tijd ontstaat ook de MODI, dus de maturity onset diabetes of the young. Oké. Hey, er wordt over milde vorm van diabetes gepraat. Is het een makkelijkere vorm? Nou, het blijft diabetes. Ja. Zo, er zijn wel vormen waarbij het soms makkelijker is om bijvoorbeeld met de behandelingen het makkelijker voor elkaar te krijgen, je bloedsuiker te regelen. Maar er zijn ook dezelfde MODI's, dezelfde defecten aan genetische defecten, waarbij de een helemaal geen probleem heeft met de diabetes en de ander echt veel problemen kan tegenkomen. Ja. En er komen ook nog wel eens andere problemen bij voor dan de diabetes. Dus het is een grote verscheidenheid. Ja. Hey, hartstikke goed. Interessant onderwerp dus waar we vanavond over gaan hebben. Heb je vragen? Stel ze alsjeblieft online. Want dan, wij zitten daar hiervoor. Wij hopen jullie vragen te kunnen beantwoorden. En like ons even. Dat vinden we leuk om te weten als jullie allemaal meekijken. Hey, er komt al een vraag. Heb je dan wel of geen antistoffen als je MODI hebt? Nou, dat is juist het belangrijke punt. Je hebt ze niet, dus. Je hebt geen antistoffen? Je hebt geen antistoffen. Okay. Het probleem is niet dat is celdestructie of de betacel dood. Ja. Maar het is echt het probleem zit in de betacel zelf. En die heeft moeite om de insuline aan te maken. Okay. En daardoor ontstaat de diabetes. Yes. En daar zijn er verschillende vormen. Dus sommige zijn ernstiger dan andere. Maar de meeste of de grootste groep, en dat is het mooie aan dit vorm van diabetes, je kunt met tabletten behandelen. Okay, ja. Dus en dat is niet bij alle vormen zo, maar bij de grootste groep. De grootste groep zit niet aan de insuline? Zit niet aan de insuline. Oké. Hey, we krijgen nog een vraag binnen. Hoe weet je nou of je MODI hebt of type 1 diabetes? Ja, dan moet je een beetje zoals dokter Tettersal gaan worden als patiënt. Dan moet je denken, dit is vreemd. Dit is raar. Dit is raar. En het rare is soms dat je dus een hele familie hoort met diabetes. Dat kan ook bij type 1, maar als het zo heel vaak voorkomt, moet je dan je afvragen, wat is dat? Ja. En vroeger dachten we dat dat altijd moest bij een MODI. Maar ook als je heel weinig insuline nodig hebt of als er iets bijzonders met, met andere organen aan de hand is, dan kan je eraan denken. Ik denk dat dat belangrijke punten zijn. Je hebt er een dia van met een aantal voorbeelden, misschien dat we dat zo even kunnen bespreken. Hartstikke goed. Yes. Ja, dus ik wil even een van onze patiënten bespreken die dat ook leuk vond om dat te laten zien. Hartstikke fijn, Stephanie, dat we het mochten gebruiken. Yes. Dus dat is Stephanie die op de leeftijd van 31 jaar kwam die naar diabetes en toen dachten we, die jonge vrouw zo slank en zo met zo weinig insuline, mooie HbA1c-waardes en het gaat altijd goed en wat ze ook doet, ze blijft stabiel. Ja. En waarom kwam zij naar diabetes toe? Omdat ze toevallig in gesprek met een collega van ons was en die zei, kom toch even langs, we moeten kijken, is dat echt daadwerkelijk type 1? Ja, Want zij kwam met type 1, ze was ervan overtuigd dat ze type 1 kwam. Als ik het nog goed weet, zo zelfs op de pomp. Okay. Maar het was wel opvallend hoe makkelijk ze te regelen was met de insuline. Mm-hmm. En ook het verhaal van moeder en oma met diabetes. En dus dat zijn een beetje de punten waar je alert moet op zijn. En even vragen, hoe ziet het met de antistoffen eruit? Dus die waren er negatief toen. Ja. En toen hebben we toch ook verder gekeken. Want wat in dit verhaal doet dan bij jou als arts een belletje rinkelen? Hé, we moeten nu naar iets anders gaan kijken. In eerste instantie dat de antistoffen negatief zijn. Dus het is echt cruciaal als je begint, of een kind heeft de diagnose type 1 of met name een adolescent. En de antistoffen zijn bij diagnose allemaal negatief. Dan denk je verder. En dan vraag je ook, is er nog iemand anders in jullie familie die diabetes heeft? En zijn er meer mensen? Of is er iets bekend of zo? En dat kan natuurlijk wel type 1 zijn, als er meer mensen met diabetes zijn. Ja. Maar dat hoort een beetje erbij. Hoewel we ook een paar mensen hebben waar
dit kind het eerste kind was dat die monogenetische mutatie heeft gehad. Oké, dus dat kan dus ook? Het kan ook. Ja, dus het is niet noodzakelijk dat je een moeder of een vader hebt met dit soort ziekte. Maar dat je dat jij de eerste bent die dat ontwikkelt. Ja. Okay. Ja. Maar als stel hè, dat een eerste kind in een gezin die ontwikkelt dat, als dat kind ook weer kinderen gaat krijgen, is dan de kans dat dat in de familie blijft bestaan groot? Ja, die is dan natuurlijk 50%. Okay. Dus bij deze vormen is de vererving 50%. Dus het kind krijgt het ja of nee. Ja. Hè? Maar het fijne is natuurlijk dat je uiteindelijk dan op een heel eenvoudige manier kunt behandelen. En als je weet, dan kun je ook op alle andere side effects een beetje ingaan. En, laat het verandering in je vetprofiel. Hey, want waar zijn jullie bij Stephanie achtergekomen? Ze kwam dus binnen als zij dacht een normale type 1 diabetes. Maar heel weinig insuline gebruikt. Nou, en dan prik je toch bloed. En dan zie je, ze heeft al 17 jaar diabetes. Ze is al 17 jaar met insuline behandeld. Maar toch heeft ze nog een eigen insuline. Insulineproductie en dat kun je meten. Okay. Dus we konden in haar bloed meten dat ze toch nog behoorlijk eigen insulineproductie heeft, die ook verklaart dat je minder insuline van buiten nodig heeft. Ja. Dus dat je zo. En dus dan stuur je natuurlijk bloed naar het moleculair genetisch laboratorium. Okay. En waar is dat hier? Is dat... Daar is maar eentje in Leiden. Dat is in Leiden. Ja, okay. En die zijn daar gaat dat in. Gaan. Ja. Ja. Maar er is ook een heel mooi centrum in Engeland. Dus er zijn wel centra die je kunt benaderen. En dat is dan ook bekend waar dat naartoe moet. En die zijn daar heel ervaren met dit soort vraagstukken. Ja. En die hebben dan ook bevestigd, nee, het is niet type 1 diabetes, sondern maar wel Modi 3. De Modi, ja. Dus dat is de meest bekende vorm. Oké. Okay. En wat was nu het grootste verschil? Hoe, want ze kwam dus binnen met, Stephanie kwam binnen met de insulinepomp. Of gewoon ze spoot gewoon insuline. Ja. Wat is er veranderd en waarom? Waarom behandel je Modi dus anders dan... Dus die Modi 3, die is bekend dat je dat met tabletten kunt behandelen. Dus zeker bij iemand die slank is. Maar sowieso spreekt de Modi 3 heel goed op orale medicatie aan. Okay. Zelfs beter dan bij type 2 patiënten. Dus die tabletten zijn daar heel effectief. En dus we hebben haar hier gehad en hebben gezegd, nou nu ga je met de insuline stoppen. Ja. We gaan even uitproberen hoe dat functioneert als je eet. Of je wel met je suikerwaarde omlaag gaat, ja of nee. En dat vond ze super spannend. En, dat lijkt me heel raar. Ja, maar ze was 17 jaar op insuline. Ja, ja, en voor haar was dat echt een no-go zonder insuline. Ja. En dus ze vond het hartstikke fijn dat ze... En het was ook even wennen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Naar huis gaan en niet geen insuline bij je, puur de pilletjes... Ja, je kan dat dus doen omdat zo'n defect in je aanleg, een erfelijk defect, heel wisselend kan zijn wat dat voor problemen oplevert. Bij Modi 3 weten we welke gen dat is, wat dat doet. Okay. Maar dan nog kan de manier waarop je dat krijgt heel verschillend uiten. Want je hoorde net, ook mensen die waar hun ouders het niet hebben, kunnen dat hebben, krijgen. En dat is niet omdat het waarschijnlijk opnieuw ontstaat, maar omdat bij die ouders ook dat defect wel is. Ja. Maar daar is het blijkbaar niet, heeft het niet gelijk tot een probleem. Daaruit is het weer een beetje anders. En je kan het een beetje vergelijken dat die genen die hierbij al die ziektes betrokken zijn, dat die eigenlijk te maken hebben met de insuline aanmaak, met de insuline transport, hoe dat de cel uit moet. Dus je kan eigenlijk zeggen, de transportband doet het niet. Ja. En soms werkt zo'n tablet heel goed om die transportband te smeren en dan wordt de insuline wel naar buiten gebracht. Mooi. Dus die tabletten die hier gebruikt worden, dat zijn ook heel duidelijk middelen die de transportband aanzetten bij de insulinecel. En dan komt het wel opeens naar buiten. We kunnen even het plaatje laten zien. Dit is dus bijvoorbeeld een betacel. En daar zie je mooi verschillende organen. Van even nog, hè, want voor ons een betacel. Wat is een betacel? Dat is de insulinefabriek. Oké, helemaal goed. Ja. En dan heb je verschillende. Dan heb je de nucleus, dus dat is de celkern. Ja. En andere kleine orgaantjes die daarin binnen zitten. En energiecentrales. Verschillende functies hebben. En dit zijn die transportbanden.
Die zorgen ervoor dat de insuline naar buiten de cel terechtkomt. En dat is een heel ingewikkeld proces nodig. Dat, waar alles mee mis kan gaan. Allemaal stofjes iets hebben. En intussen weten we dus wel zo'n 14 stofjes waar iets mee kan zijn. Wat we dan een modi noemen, maar eigenlijk moeten we dat tegenwoordig anders noemen. Monogenetische diabetes. Okay. Eén gen één probleem in één gen. En dat kan je het aanwijzen met een muis, inderdaad? Ja. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een aantal van die termen staan. Dit zijn genen, waarvan natuurlijk de blauwdruk in de celkern zit. En die genen geven eiwitten en die hebben allemaal een functie. Hier bijvoorbeeld zie je een eiwit, hier zie je insuline gemaakt worden, in bolletjes. En die bolletjes moeten naar buiten. En voordat die bolletjes naar buiten gaan, moet er bijvoorbeeld een heleboel calcium verplaatst worden. Ja. En daarvoor zijn weer andere eiwitten. Nou, sommige van deze genen die hebben hiermee te maken. Anderen hebben te maken met het transport. Weer anderen hebben te maken met bijvoorbeeld het meten van glucose. Want die cel moet ook weten, moet ik nou insuline naar buiten gooien of moet niet? Moet snappen. Ja. Ik moet nu echt insuline gaan in het bloed afgeven. Ja. Dus dat is nu nodig. En als je dat niet voelt, dan moet je daar helpen met medicijnen bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dat is bijvoorbeeld de natuurlijke sensor. Hè? We hebben het al over de glucose-sensor, een belangrijk ding. Maar die beta-cel heeft ook al zo'n sensor. En die is bijvoorbeeld bij een modi, die we modi 2 noemen, defect. En dat stofje, dat heet glucokinase, dat zie je hier staan. En daar kan wat mee aan de hand zijn. Okay. En als daar dus een defect in is, dan heb je modi 2. Ja. We hebben nu zoveel van die modi's dat die nummering een beetje verlaten en liever gaan noemen naar wat er nou defect is. Okay. En dus we zijn bij modi 14 nu geëindigd, zeg maar. Nu noemen we het monogenetische diabetes van dat en dat type. Hartstikke goed. Hey, dank. Er komen heel veel vragen binnen, dus ik wil even naar de vragen toe. Een vraag van Anne Jacobs. Ontstaat modi altijd op jonge leeftijd? Nou, het is per se natuurlijk, de naam zegt het al, het komt in eerste instantie op adolescentenleeftijd voor. Okay. Dus als iemand jonger dan 25 is, dan kun je hier aan denken. Dat is een beetje de grens. Mm-hmm. Sommigen trekken dit naar 30. Maar vaak wordt het zichtbaar in de puberteit. Okay. En daarom is het een beetje een adolescentenziekte, maar kan ook eerder optreden. Dus dat zou je ook eerder kunnen ontdekken. Ja, er zijn wel vormen waarbij het echt eerder optreedt. Er zijn zelfs vormen waarbij het als baby optreedt. Oké, ook al. En dat is ook bijvoorbeeld een kenmerk. Soms gaat dat ook weer over op de babyleeftijd. Kan het later terugkomen. Dus ook weer iets geks, hè? Ja. Dus ook iets om op te letten. En als je dat verhaal hebt, dan is er reden om daar weer opnieuw naar te kijken. Oké. En dat is wel een lastig punt, want dat moet je wel nog even realiseren. We hadden het over antistoffen. Ja. Maar het is daarom zo belangrijk dat die bij de diagnose gemeten worden. Want dat afweersysteem wordt weer een beetje lui. Ja, en dan als kan er ze insuline later binnenkomt, niet meer meten. Bedoel je? Dus het is soms heel belangrijk. Het is wel heel belangrijk. Het moet wel de meting bij diagnose zijn. Ja, ja. Oké, die is belangrijk. Ja. Nog een vraag. Hey, we weten de symptomen bij diabetes type 1. Wat zijn de symptomen van modi? Nou, het is wel zo dat de HbA1c, of het gemiddelde, gaat omhoog. Je hebt wel, zeker in verband met ziek zijn. Dus een virusinfectie of zo, heb je opeens meer dorst en ga je meer plassen. En je HbA1c kan oplopen tot 10-12%. Dus maar je komt met dezelfde klachten en symptomen? Je komt een beetje met dezelfde klachten, maar niet met verzuren. Dus het is milder. Dat wordt daarmee bedoeld. Ja. Dus het is niet het acute begin dat je zegt, nou, ik heb nu dusdanig buikpijn en ketonen worden gemeten. Uitdroging. Die zie je niet, ik hoor jou zeggen. Dat zie je niet, maar de glucosewaarden kunnen behoorlijk oplopen. Ja. En mensen komen ook met een HbA1c van 10 tot 12. Betekent natuurlijk dat je ook vrij hoog niet hebt. En ook vaak algemene klachten dan. Moeheid. Niet meer goed kunnen functioneren in allerlei zaken. Wat je bij type 2 ook kent. Ja. Of bij vormen van type 1 die heel langzaam gaan. Zoals de LADA. Ja. Ook langzaam. Er komen straks ook vragen over de LADA. Mm-hmm. Hey, Annemiek Vriend geeft aan, mijn dochter heeft modi 2 en ze is altijd moe. Herkennen jullie dat bij modi patiënten ook? De moeheid? Nou, de kenmerken van precies een patiënt niet. Ik kan niet precies voor iedereen vertellen. Maar wat je wel weet is dat modi 2 wordt nog wel eens gezegd dat het erg meevalt.
En we merken toch wel dat er mensen zijn met Modi 2 waarbij dat meevallen toch niet zo is. Dat het toch niet zo meevalt. Okay. En dan is het wel zaak om goed te kijken naar die regeling. Zijn die bloedsuikerwaardes echt niet gestoord of worden ze gestoord door bepaalde omstandigheden? Okay. Dus je moet daar wel naar kijken. Ja. Want die genen die Modi veroorzaken kunnen ook wel soms andere dingen doen. Dus als er moeheidsklachten zijn, zou dat voor onze reden zijn om goed naar de glucoseregeling te kijken. Dus dat advies is om goed toch naar de bloedsuikers te blijven kijken. Ja. Ja, en dat is altijd lastig, want dan wordt gezegd vaak van dat valt heel erg mee, Modi 2. Er staat zelfs in onze leerboeken van je hoeft daar niet meer naar te kijken, want dat gaat altijd goed. Ja, onze ervaring is dat daar toch wel naar gekeken moet worden. Ja, en dat we dat wel blijven begeleiden om te kijken, komt zoiets voor, zijn er ook nog andere symptomen die je, waarvan je in het verleden niet wist. Wel zijn de suikerwaardes redelijk in dit verband met Modi 2. Mm-hmm. Ja, dus dat valt op zich mee, maar het is nog te weinig bekend hier. Oké. Ja, dus. Nog een vraag van Zala. Zij zegt, gisteren kregen we te horen dat mijn zoontje dus geen antistoffen heeft en dat de arts dus over een half jaar verder bloedonderzoek gaat doen. Hij heeft nu de... Even kijken. Hij valt even weg. Dus hij heeft nu de insuline wel nodig, maar het kan zomaar zijn dat hij dat in de toekomst dus over kan op tabletten. Klopt dat? Of moet zij nu... moet ze er nu al achteraan of kan ze even afwachten? Nou, ik denk die tijd moet je hebben. Dus als er bloed geprikt is en naar het lab gestuurd, naar het moleculair genetisch lab, dan is het even een kwestie van afwachten. Okay. Hoe lang duurt dat trouwens? Nou ja, dat duurt wel weken tot soms maanden. Daar heeft ze echt waar? Dus dat duurt. Dat gaat wel steeds sneller. Ja. Maar hoe komt het dat het zo lang duurt? Het is een heel ingewikkeld proces om dat te bekijken en ook vrij duur. Dus dat is iets wat je niet zomaar in het lab kunt bepalen. Dat is echt een ingewikkeld onderzoek. We zijn bij diabetes nu wel bezig met ons grote verscheidenheidsonderzoek. Mm-hmm. En een van de dingen die nu loopt is dat van alle mensen die meedoen ook gekeken wordt naar de Modi-genen. En verwacht als dat onderzoek klaar is dat we kunnen zien hoe dat gaat. En de prijzen van die biochips die we daarvoor gebruiken zijn zo ver gezakt dat je straks voor €35 dat misschien wel kan doen. Ja. Alleen nu is dat nog niet zo en die technieken moeten ook natuurlijk waar zijn en goed zijn. Maar de tijd dat lang duurde gaat wel gelukkig snel voorbij. En hopen we daarmee ook nog andere dingen te vinden. Want als je zo'n celletje ziet op zo'n plaatje, dat is behoorlijk ingewikkeld. En het is nog veel ingewikkelder, maar het kan ons enorm helpen om te snappen ook waarom type 1 ontstaat. Want al die technieken die we daar gebruiken helpen ons gewoon weer mee om zicht te krijgen op wat er in zo'n cel gebeurt. Ja. Want we hebben vorige keer al wel verteld, type 1 is zelfs een ziekte van deze cel. Het is niet alleen maar afweer. Nee. En dus het is heel mooi dat we op die manier steeds verder snappen van dat ontzettende ingewikkelde celletje wat die insulinefabriek is. Ja. En het fijne is natuurlijk bij dit geval dat de arts blijkbaar eraan heeft gedacht. En dat is super. Ja, dus dat wordt nog wel eens vergeten. Ja, dat wordt nog wel eens vergeten. Ja, dat en dus wel eens, dat is heel fijn. En die tijd heeft men en de diagnose te stellen en dan echt ook zeker te zijn, we kunnen op orale medicatie en het is een mogelijkheid voor dit kind. Daar moet je echt voorzichtig zijn en de juiste diagnose afwachten. Ja. Maar dat is ook een vraag van Madelon. En die vraagt, wordt er bij aanmelding bij diabetes altijd gekeken naar welke vorm diabetes het is? Absoluut. Ja. Dat staat bij ons super centraal. We hebben geleerd dat alles wat we in de database aan getallen zien, ons al enorm helpt. En die heeft in de afgelopen jaren zo'n 35 mensen wel gevonden die geen type 1 hadden. Waarvan er enkele tientallen, dus van na jaren spuiten op de tablet zijn gegaan. Ja. En het gaat niet om de helft van de mensen, het gaat om een paar procent. Maar we zijn daar wel heel blij mee, want dat helpt ons weer mee om die verscheidenheid op te lossen. Want we moeten echt weten wat echt type 1 is. Ja. Je moet er ook niet aan denken dat in een onderzoek waarin we type 1 proberen te genezen, mensen met deze aandoening zitten. Die krijgen helemaal verkeerde behandeling. Want Robin vraagt ook, is Modi net als diabetes type 1 ook niet te genezen? Is Modi te genezen? Het is niet te genezen. Niet te genezen. Nee, maar je hebt prettige manieren om dat te kunnen behandelen. Ja. En het is zelfs zo dat men vaak, als men dan op tabletten gaat, is
vaak te zien dat zelfs de HbA1c in het gemiddelde verbetert. Wat we hier zien, dit is een HbA1c, hè? Van één patiënt en gemeten over de tijd van 4 jaar tot 7 jaar. En op dit moment was de diagnose gesteld. En met orale medicatie, dus tabletten begonnen. Ja. En toen hebben we een duidelijke verbetering van de suikerwaardes gezien. Simpelweg omdat de alvleesklier op de juiste plek de insuline aanmaakt. Het wordt niet via de huid toegediend, ja, maar het komt meteen in je eigen insuline op de juiste plek terecht, ja, meteen. Dus. En als de diagnose klopt en je kunt behandelen, dan is het vaak zo dat het ook tot verbetering van je glucoseregulatie leidt. Wat een winst. Leidt. Dus het is echt belangrijk om te weten wat je hebt. Dus, hey, ook nog een vraag van Wilma. Die geeft aan, ze heeft Modi 7. Maar omdat er weinig bekend is hiervan, word ik behandeld als een type 2 patiënt. Ja, is dat reëel of moet ze aan de bel gaan trekken bij de arts? Nou, dat is absoluut reëel. En bij de Modi 7 is dat ook zo dat het lijkt een beetje op type 2. Okay. En dat is dus de juiste behandeling. Okay. Ja, okay. En ik weet niet of ze op insuline uiteindelijk is. Nee, dat weet ik al. Maar, maar in principe is dat prima. Oké, okay, dus hoeft daar geen zorgen over te hebben. Nou, dat noem je een belangrijk punt. Want we weten dat als we ouder worden, dan gaat je insulinefabriek wat minder goed werken. Ja, bij iedereen. Dat is een van de redenen waarom type 2 ook vroeger ouderdomsdiabetes heette. En we zien ook wel eens dat als die bij de aanleg bij veel van deze vormen is ook wel iets mis met het aantal cellen. Dus je kan om die reden ook niet altijd naar die tabletten helemaal toe. Nee. Er zijn mensen bij wie dat goed lukt, er zijn mensen bij wie dat niet lukt. En er zijn mensen waarbij we een soort combinatie gebruiken van bijvoorbeeld alleen langwerkende insuline en een tablet voor de maaltijden. Ja. Dus soms is het beeld wat hoe ouder je wordt moet je wel vaststellen dat het steeds moeilijker wordt om alleen op tabletten te kunnen blijven. Oké, dus ook de modi's die ook naarmate worden die ook dus ouder, lang, net als wij. Ja, hoewel, wat heel erg leuk is om te zien, is dat lifestyle advies, dus sport en gezonde eten en op gewicht letten, dat het super veel effect heeft. Dat is echt waar? Niet zo bij type 1 diabetes. Nee. Ja, die kan het allemaal doen. Het helpt. Maar hier is het echt dramatisch. Okay. Daar komen soms mensen weer van En je kijkt ook wel vaak op het goede moment, hè? Dat iemand redelijk goed geregeld is met de insuline om dan te switchen naar de tablet. Ja. Want als je net in een periode zit dat die bloedsuikers alle kanten op gaan, dan is het voor zo'n beta-cel die weer even aan de gang moet, ook best lastig. Absoluut. Ja. En dat is ook de reden dat we dan ook altijd eerst kijken of het beter gaat. Maar ook bij ouders bijvoorbeeld wel eens ook wel vaak lukt om daar met tabletten verder te gaan. Oké, echt waar. Ja. Hey, we krijgen ook wat kijkers die helaas weg moeten en die vragen of dit nog straks het hele terug te kijken is. Al onze Facebook Live uitzendingen zijn terug te kijken via www.diabeter.nl/Facebook Live. Daar kan je alle uitzendingen terugkijken. Dus ook deze, die staat daar straks live op. Dus die kan je altijd terugkijken. Hey, vragen stromen binnen. Ook over LADA. Dus kunnen we heel even een stapje gaan maken. Want wat is LADA eigenlijk? Dankjewel. LADA, dat is niet een auto uit Rusland. Worden we helemaal hip, hoorde ik laatst trouwens, de LADA. Maar dat staat voor de term latente auto-immuundiabetes bij volwassenen, adults. Oké. Okay. En eigenlijk is dat gewoon type 1, maar in een heel trage vorm. Okay. Langzame type 1 noemen we het ook wel eens. En wat bedoel je daarmee met een langzame type 1? Nou, presenteert het zich anders? Het presenteert zich mild. Vaak een beetje van moeheid, algemene klachten, moeheid. Ja. Niet heel veel drinken, heel veel plassen. En het wordt vaak ook dan daardoor miskend, omdat bij volwassenen nog wel eens aan type 2 wordt gedacht dan. Maar heel vaak zijn dat geen mensen met overgewicht. Er valt eigenlijk al direct op, net zoals bij Modi, dat er iets anders moet zijn. Maar bij LADA vind je wel antistoffen. Met name een van die antistoffen tegen dat GAD. Dat is een hele duidelijke marker die ook langer blijven bestaan. Ja. En die gebruiken wij ook vaak als marker voor... proberen we nog altijd te vinden bij de Modi's. Maar het is eigenlijk gewoon een auto-immuunziekte. Waarom is dat bijzonder? Nou, het gaat langzaam. Het duurt heel lang. Soms kan je... Het is wel een echte type 1 diabetes. Ja, het is echt auto-immuundiabetes. Okay. Maar dat is ook heel interessant, want waarom lukt het nou sommige mensen om dat proces van die ziekte zo traag te krijgen? Dus er wordt heel veel ook door ons naar gekeken in de immunologie van dit is iets bijzonders. Zijn dat mensen die hun immuunsysteem in bedwang hebben en die aanval weten te stoppen? Of zijn er andere redenen waarom ze een traag beloop hebben? Ja.
Maar het is gewoon een vorm van type 1 en op zich natuurlijk prettig. Komt op veel leeftijden voor. We hebben ook jonge mensen al ontdekt waarbij die afweer ook langzaam gaat. Okay. Dus het lijkt dus je kan er geen leeftijd aan plakken? Je kan algemeen zeggen dat dit voorkomt bij over het algemeen oudere mensen. Maar we hebben ook wel in tieners en in twintigers vormen van type 1 gezien die langzaam ontwikkelen. Zeker, zeker. Maar voor ons natuurlijk ook heel erg belangrijk om dat te zien. Want deze mensen hebben misschien wel een geheim bij zich. Hè? Hoe temmen zij hun afweer? Dus het is heel interessant. Ja. Vooral voor research en het onderzoek ook, wat daarna gedaan. En voor de mensen is het natuurlijk prettig dat je eigenlijk... je kan het ook zien als een hele lange honeymoon. Een fase waarin je nog genoeg zelf insuline kan maken. Ja, ik ben honeymoon? Honeymoon voor mensen, een rare term. Ja. Maar het is de term die we gebruiken voor die periode als de diagnose gesteld is. Waarin de cellen die flink op hun dak hebben gehad van de afweer nog een beetje herstellen. Okay. En dan kan je nog zelf je insuline maken. Maar helaas is bij de meeste jongere mensen en ook bij veel oudere mensen dat afweersysteem veel sterker. En die gaat uiteindelijk toch die insulinefabriek verder pesten. En bij deze mensen gebeurt dat niet. Dus die hebben eigenlijk een bizarre lange honeymoon. Nou, heel, heel fijn houden zo. Ja. En daar wordt ook veel naar gekeken hoe dat precies zit. Okay. Maar het lijkt dan dus een beetje op een modi, hoewel het totaal iets anders is. Omdat het zo langzaam begint. Ja. Ja. Maar als je LADA hebt, dan ben je wel insuline afhankelijk. Dus. Ja, maar niet, normaal heb je bijna een eenheid per kilo nodig van insuline. Ja. En deze mensen zie je ook, net als bij de modi, dat de insulinebehoefte veel lager is. Okay. Ze maken zelf insuline en daarmee is de regelbaarheid vaak, ook niet altijd, maar vaak ook makkelijker. Hmm. Een klein beetje eigen insuline. Het is nog steeds pech, maar als je het dan toch... Vragen hebben we van Evelien. Mijn internist zei 4 jaar geleden, toen het werd vastgesteld, dat ik op de grens type 1 zat. Was toen 29 met een HbA1c van 68. Half jaar gespoten, daarna op tabletten overgegaan. Hierdoor niet meer contact met de diabetesverpleegkundige. Maar nu, sinds nieuwe jaar, gaat het HbA1c weer omhoog en zijn de bloedsuikers rond de 15. Kan ik dan aan een internist vragen om dit opnieuw te kunnen laten onderzoeken? En voordat ik dan weer insuline moet gaan spuiten. Waar lijkt dit verhaal op? Want... Dit lijkt op LADA. Zeker als er antistoffen zijn. Als die niet geweest zijn, zou ik toch vragen om die antistoffen alsnog te meten tegen dat GAD. Omdat toch bij de helft van de mensen dat nog wel eens een keer toch nog te zien is. Niet altijd. Maar die kans nemen wij altijd. En ik zou het zeker bespreken, ook als er geen antistoffen zijn ooit geweest. Om te kijken of hier een modi aan de hand is. Zeker. Okay. Dus Evelien, het is advies om dit wel met een arts te bespreken. Ja, absoluut. Ja. Hartstikke goed. Ja. Noah vraagt, is er een relatie tussen modi en de ziekte van Pfeiffer? Nee. Daar is helemaal niks over bekend. Nou, je gaf wel aan van het ontstaat vaak. Nee, het was zichtbaar. Het is altijd aanwezig, maar met stress of ziek zijn of zo wordt het vaak zichtbaar. Okay. Of bijvoorbeeld in de puberteit, als je andere hormonen aanmaakt. Heb je meer insuline nodig. Dan heb je meer insuline nodig en dat kan dan die betercel niet aan. Dus dan wordt de diagnose zichtbaar. Maar het was altijd aanwezig. Yes, okay. Dus dat is dan op dat moment echt gewoon vette pech. Je krijgt geen modi omdat je de ziekte van Pfeiffer hebt. Dus die mutatie of die verandering heb je van geboorte aan in je genen. Ja, oké. Okay. Ja. Helemaal goed. Hey, we gaan nog even door, want Margaret die vraagt... Ik voel me nu heel speciaal met mijn LADA. Nou, Margaret, dat heb jij. Hartstikke goed. Ik heb in mijn kinderjaren, tienerjaren heel veel gesport. Kan dat van invloed zijn geweest? Waarom weten veel zorgverleners niks van type LADA en van modi? Ligt daar een taak om iedereen die een opleiding volgt in de zorg alle vormen te leren? Ik zou zeggen ja. Kijk, vroeger had het over type 1. Ook daarvan zien we dat er grote verscheidenheid is. In wanneer het ontstaat, in hoe het precies ontstaat enzovoort. En het is zeker tijd dat we daar meer aandacht aan geven. Die opleidingen doen we ook trouwens. We hebben daar een tweedaagse cursus voor alle dokters die kinderarts en internist worden voor in Nederland. En die moet iedereen ook volgen. Hmm. Dus ze komen daar wel mee in aanmerking. Maar ik ben altijd blij dat patiënten zelf ook heel goed weten wat er aan de hand is. En ook vaak zeggen,
heb ik iets speciaals. Onderbuikgevoel. En het bijzondere erin. Ja, en als je zelf zo'n onderbuikgevoel hebt, dan moet je daar ook blijven achteraan gaan en vragen. En ja, desnoods je arts of een centrum benaderen, zou het iets anders kunnen zijn. Ja. Dat is zeker... Want die krijgen wij wel vaak hè, bij diabetes. Mensen die zeggen, hey, dit is bijzonder, dat klopt niet. Mm-hmm. Hoe loopt dat dan? Als zo iemand binnenkomt met een vraag, is eigenlijk ook, hè, Stephanie kwam binnen. Hoe loopt dat als je zelf als patiënt aangeeft en ook je arts weet je niet meer helemaal hoe je te helpen en te behandelen? Ja, nou, dat is natuurlijk iets wat we heel serieus nemen. Omdat, ja, de patiënt kent zichzelf het beste. En... er wordt eerst gekeken, zijn er aanwijzingen voor type 1 diabetes? En dan kun je helpen met pomp of andere behandelingen om dit te optimaliseren. Maar als we zien, nou, de C-peptide bijvoorbeeld, dus de eigen insuline aanmaak is er. En er is weinig behoefte aan insuline en andere kenmerken die daarbij horen. Dan gaan we verder en dan wordt ook bloed ingestuurd. Naar een moleculair genetisch laboratorium. Ja. En dan zien we wel. Maar het mooie wat jullie inderdaad allebei zeggen, heb je een gevoel erbij, bespreek het alsjeblieft met je arts. Ja, en, absoluut. Ja. Absoluut. Is het gevaarlijk als Modi niet, als een Modi-patiënt met insuline behandeld blijft worden? Nee, dat niet. Maar zoals we hebben gezien, je haalt vaak betere resultaten als je dan overgaat op tabletten. En je kan met spuiten natuurlijk hypo's krijgen. Ja. En de kans wordt kleiner als je tabletten kan gebruiken en je eigen insulinefabriek kan. En de levenskwaliteit gaat natuurlijk ontzettend omhoog als je van de insuline af bent. Daarnaast is het ook belangrijk dat men kijkt wie in de familie heeft die mutatie ook nog. Dus misschien jongere broertjes, zusjes of zo. Of kunnen ouders die ook diabetes hebben misschien zelfs op tabletten of zo. Dus het heeft wel heel veel invloed ook op het hele gezin, op de familie. Ja, snap dus er is nog een belangrijke reden. Dat is de meest voorkomende modi is die modi 3. Ja. Maar er zijn modi's zoals modi 5 waarbij ook andere afwijkingen kunnen voorkomen. Zoals crisis aan nieren en andere organen. En dat kan heel belangrijk zijn om dat ook weer tijdig te zien en in de gaten te houden. Er kunnen bij sommige vormen kalkstoornissen, calciumstoornissen zijn. Die allerlei gevolgen kunnen hebben. Dus het is heel belangrijk om die diagnose te stellen en daar ook het goede beeld erbij te krijgen. Als je type 1 hebt, dan weten we waar we op moeten letten. De schildklier, de darm, de afweer enzovoort. Bij modus kijk je naar andere dingen. En je moet dus ook weten welke vorm het is. En dan moet je ook naar andere dingen gaan screenen en in de gaten houden. En dus bijvoorbeeld bij de modi 3, Stephanie, daar komt heel vaak de dyslipide, dus veranderde bloedvetten voor. En dan is het vrij belangrijk dat je op tijd met een statinebehandeling gaat starten. Okay, dus omdat de cardiovasculaire complicaties vrij vaak voorkomen. Ja. Dus daar heb je echt je focus op dit soort dingen en dat weet je uit... En dat is anders dan bij een gewone type 1? Type 1. Okay. En bijvoorbeeld bij Modi 5, die Henk Jaan net heeft benoemd, is het zo dat je echt op je nieren moet letten. Zijn er veranderingen aan je nieren? Dus omdat het bekend is met Modi 5, heb je vaak ook veranderingen aan je nieren en aan je baarmoeder of iets. En daar wordt dan specifiek naar gekeken of kan er specifiek... Maar gelukkig kunnen we dat steeds mooier gaan meten. En we verwachten eigenlijk dat de komende jaren dat misschien wel bij alle diagnoses gaan doen. Dat we gewoon standaard gaan kijken van je hebt diabetes, we wachten op de uitslag of je antistoffen hebt, maar we kijken ook meteen naar wat er verder speelt. En wat ik al zei, daar zijn we nu al mee voor aan het testen. Maar het zou zomaar kunnen dat we straks niet meer zo lang over de diagnose doen. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Absoluut, ja. Hey, Ilse heeft een vraag. Ze geeft aan, ik heb zelf diabetes type 1. Mijn moeder heeft ook diabetes, maar bij haar zeggen ze dat het type 2 is. Maar ze is hartstikke slank, eet gewoon gezond en is nog maar 47 jaar. Ze heeft geen antistoffen, maar kan dat later nog ontstaan? Ik weet niet waar dat later kan ontstaan, maar ze laat dus geen prototype type 2 beeld zien. Nou, ik zou hier het Wiki de Viking gevoel van krijgen.
Dat klopt dan. Even nadenken van, is die type 2 echt zo? Ja. Of speelt hier ook een modi of een andere vorm? Ja, oké. Dus het is wel zo, er is een kleine groep van type 1 diabetespatiënten die echt type 1 zijn. Ja. Maar waar we de antistoffen niet kunnen meten. Omdat, we weten niet, zijn er nog maar andere. Maar tegen haar moeder is dus gezegd, u bent 47, dus u heeft type 2 maar diabetes. Maar dat is geen argument meer. Nee. Dat is echt... Dat is niet juist. Je gaat niet op de leeftijd de diagnose stellen. Dat dus het is zeker goed om dat nog eens met de behandelaar te bespreken. Absoluut. Ja. Mirjam geeft aan, ik heb nu zelf 37 jaar diabetes en ik heb nog nooit van Ladi of Modi gehoord. Moet ik dat nog laten testen of mag ze ervan uitgaan na 37 jaar dat ze gewoon een type 1 is? Dat is natuurlijk het verhaal wat we vertelden. Van, is er verder iets bijzonders? Ja. Heb je bijna geen insuline nodig? Komt dat vaker voor in de familie? Heb je andere bijzonderheden met andere organen? Mm-hmm. Zijn er andere dingen, zoals je hier op de dia ziet, die van belang kunnen zijn? Ja. Was ze bij de diagnose echt type 1 beeld met verzuring? Hoe oud was je? Hier zie je ook nog staan geboortegewicht. Ook bij veel van deze monogenetische diabetes zijn kinderen vaak klein bij de geboorte. Okay. En bij sommige ziektebeelden die we ook niet echt modi noemen, maar ook in die groep horen van die monogenetische aandoeningen, komen soms ook hele andere dingen voor van het gehoor of van de ogen of van de ontwikkeling, motorische ontwikkeling. Okay, joh. Ja. Dus het is altijd zaak om een heel goed verhaal te doen. En wat we in de geneeskunde nog wel eens doen is dat als je voor het eerst bij een specialist komt, dan vraagt hij heel de familie na. Ja. Maar bij kinderen is dat heel belangrijk dat we daar steeds ook weer naar vragen. Wat is er verder in dat leven gebeurd? Of wat is er als je 37 jaar diabetes hebt verder nog aan kennis gekomen bij jouzelf of vanuit de familie? Ja. Dus het verhaal over hoe gaat het verder is niet meer zo van komt er ooit iemand met hart- en vaatziekte in de familie worden. Dit zijn dit soort vragen. Dit lijstje wat je hier ziet op de dia, dat zijn hele belangrijke dingen die gewoon steeds ook bij iemand die nieuw bij ons komt en die het al 30 jaar heeft, toch zullen vragen. Okay, en zijn ook toen geen antistoffen bepaald? En dat was nog niet allemaal. Want sinds wanneer doen we dat, de antistoffen? Dus, vraag het aan de expert. Ja, vertel eens even, waarom beginnen wij te lachen als we het over antistoffen hebben? Nou, de allereerste antistoftesten zijn in de vorige eeuw gedaan in de jaren 80. En de eerste meetbare antistoffen hebben wij met onze groep in 1990 ontdekt. Ja, daar was jij onderdeel van, toch? Ja. Dus we hebben sinds 1990 de mogelijkheid om met lab precies te zien wat er gebeurt. Daarna zijn er gelukkig nog een paar mensen geweest die ook nog antistoffen hebben gedaan. Dus we hebben nu een palet van zo'n 4-5 antistoffen die je kan meten. En daarvan kunnen we echt een hele behoorlijke diagnostiek mee doen. En ook trouwens steeds beter voorspellen wie er diabetes krijgt. Maar dat is voor een andere avond. Daar gaan we zeker. Is wel interessant, hè? Ja. Dus die kant gaan we op dat we dat we dit soort technieken steeds meer gaan gebruiken voor het ontdekken van dit ziekteproces. Kan je antistoffen blijven meten? Ik heb nu 35 jaar diabetes. Ja. Nou, we hebben daar een slimme student laatst aan gezet en daar zijn we toch eens gaan kijken naar hoe dat zat. En het blijkt dat bij de helft van de mensen met type 1 er nog wel iets van die antistoffen te zien is. Echt waar? Wow. En we vragen ons natuurlijk af of dat ook niet een bericht is dat het afweersysteem nog behoorlijk bezig is. En met Bart Roep zijn we dus ook aan het kijken van moeten we daar anders tegenaan kijken. We weten al uit het transplantatieonderzoek dat als mensen die GAD-antistoffen nog hebben, dat je even moet wachten met de transplantatie. Dat tot afstoting leidt. Ja. En dus we gaan steeds meer snappen van simpele dingen als antistoffen, die we niet als oorzaak zien, maar als rook bij een ziektebrand, van het vuur. Maar gelukkig ook steeds meer voor deze aandoeningen, voor de bijzondere vormen gebruikt kunnen worden. Ja, het is natuurlijk jammer als iemand al lange diabetes heeft en laat me zeggen, de bepaling van de antistoffen heeft gemist. Ja? Dus dit is voor diegene dan even geen criterium meer. Nee. Maar je kunt natuurlijk kijken, ben ik iemand die een heel laag insulinebehoefte heeft en toch eigenlijk altijd mooie HbA1c-waardes of mooie suikerregulatie. Ja, die vraag, hè, dan komt iemand na 30 jaar diabetes bij ons en die zegt, nou, kom hier aan naartoe. En dan vragen wij naar het geboortegewicht en dan zie je mensen kijken, wat wil je daar nog? voor dit soort vragen. Maar dat is echt belangrijk. Maar dat is ook het stukje research waar we bij diabetes natuurlijk
druk mee zijn. Research, maar we vinden dit eigenlijk al bij de gewone zaken horen. Echt waar? Gewoon okay. Nagevraagd moeten worden. Ja. En ook keer op keer soms moeten naar worden gevraagd. Ja. Dus soms ook niet meer terug te halen zijn. Hè? Ja. Soms weten we dat niet meer. Ik weet mijn eigen woordricht ook niet meer precies. Nee. Maar het was niet te laag, vast te hoog. Ja. Maar wij vragen wel allerlei vragen waarbij mensen soms denken van waar is dat voor? Nou, dat is voor dit soort zaken. Mm. Voor het onderzoek, maar ook voor het vaststellen van de juiste vorm van de diabetes. Helemaal goed. Ik zit even naar de vraag te kijken. We hebben nog een kwartiertje, dus we zijn lekker bezig. We hebben nog een heel aantal mooie dia's ook. Want we hebben nu net natuurlijk Stephanie gezien. Hè? Die heeft door een andere verandering van medicatie, haar kwaliteit van leven, als we dat zo mogen zeggen. Ja. Opeens ben je geen type 1 meer. Dat lijkt me ook wennen trouwens. Hoe is dat? Nou, dat zijn nog een paar goede vragen, ja. Ja, het was natuurlijk voor haar even ook onzekerheid, ja? Ja. Ben ik wel veilig op die manier en zo? Dus, maar ik denk, zoals ik haar heb gezien, ze heeft dan toch vrij snel gemerkt, dat is superleuk en het is gewoon een super verbetering van mijn levenskwaliteit. Ja. En, ja. Ik denk, daar moet je dan echt positief in staan. Ja. En, Zie je mensen met MODY even vaak als dat je een type 1 patiënt ziet in de praktijk? Nee, dat hoeft dus niet. Het is echt zo dat je die mensen om de 3 tot 6 maanden ziet. Okay. Of soms 1 keer per jaar, ja. Als het goed gaat. En dat is echt super afhankelijk van hoe goed ze hun glucosewaardes kunnen regelen. Ja. Dus sommigen zijn daar heel goed in, zijn heel goed bezig met voeding en sport en zo. En daar loopt het gewoon zonder krijgen de MODY-patiënten, want daar kreeg ik net ook een opmerking over, type 2'ers krijgen hun stripjes niet vergoed. Krijgen mensen met MODY dat wel? Ja, dat is ook best moeilijk, ja. Dus, okay. Dus daar moeten jullie meer je best voor doen. Daar moeten we wat voor schrijven en uitleggen. En daar lopen we echt nog steeds tegenaan. Ja. Dat is zo. Ja. Dat is wel een belangrijk aspect van zo'n erfelijke vorm van diabetes. En dat heeft het net al even genoemd. Dat is, het komt in de familie voor. Ja. En het is ook wel lastig als je dat als ouder hebt en je zegt ik ga mijn kinderen daarop screenen. Want misschien willen je kinderen dat wel helemaal niet dat je dat doet als ze groter worden enzovoort. Ja. Dus er zit altijd een advies aan om ook bijvoorbeeld via de huisarts desnoods met een genetisch advies te gaan praten van. Want er zijn ook wel eens familieleden die zeggen, dat wil ik helemaal niet weten. Ik wil het gewoon niet weten. Ja, nee. Dus dat is wel een heel belangrijk punt om af te wegen. En als het in je familie voorkomt, om te bespreken. Want het kan ook, net zoals het kan schrikken zijn als je opeens van de insuline af moet. Ja. Ja, kan het ook schrikken zijn als je hoort van, mijn broer heeft dat en ik kan dat ook hebben. Ja. Ja, dat wil je even weten. Ja, dus dat is wel een zaak om goed te bespreken in dit soort situaties. Zeker. Kan je MODY uitstellen? Stel, je weet dat je het gaat krijgen. Kan je dan iets doen om het uit te stellen? Eigenlijk wel, in die zin. Ja. Als je, zoals ik al zei, goed bezig bent met gewicht en je lifestyle. Je lifestyle. Okay. Dus, ja, zorgen dat je zo min mogelijk insuline nodig hebt. Dat je lijf zo min mogelijk insuline nodig hebt. Dus dan draag je je alvleesklier niet uit. Ja. En dan lukt het ook met minder dus. Okay. Of soms zonder. Ja. Ik had bijvoorbeeld een keertje een tennisleraar, dus vader, rond de 50, zonder medicatie überhaupt, gewoon continu bezig. Ja. En de zoon, student en niet zeer actief. Die genoot van het studentenleven. Ja, heel ook belangrijk trouwens. Die was trouwens dan op de medicatie. Dus die was dan op tabletten. Ja. En dan zie je dus, het heeft wel ook effect wat je doet. Ongelooflijk. En hoeveel of hoe weinig insuline je nodig hebt. Ja. Hey, want hoeveel mensen, want Diabeter heeft nu, we lopen tegen de 2500 patiënten die wij bij Diabeter hier behandelen. Hoeveel daarvan hebben nu een MODY? Nou, dat is zoals gemiddeld überhaupt op in de westerse wereld onder de adolescenten 1,5 tot 3%. En bij ons zijn het 3%. Van de type 1'ers? Van de type, van de hele groep die op adolescentenleeftijd diabetes hebben gekregen. Ja. En we weten zeker dat er nog heel veel hier in Nederland zijn die niet weten dat ze MODY hebben. Dat is een ander aspect van het genetica. En daar gaan we toch zeker hopen dat dit onderzoek het snel duidelijk wordt bij mensen met chips en onderzoek via moleculaire genetica. Het Diabetesfonds heeft een subsidie beschikbaar gesteld om meer
bekendheid hieraan te geven. Okay. Met groep in Leiden en andere groepen in het land wordt nu ook gewerkt aan een website mm-hmm. om betere en meer informatie te krijgen aan folders. En om te zorgen dat men gaat, als er vragen zijn, dat er informatie is om te kijken van zou ik dat hebben en wat moet ik dan doen. Ja, wat goed. Ja. Ja. Mm-hmm. En want we vinden dus steeds meer bijzondere vormen. Ja. Mm-hmm. En niets is meer logisch om meteen te roepen jongens type 1 en ouders type 2. Die tijd is voorbij. Dat is echt over, hè? Ja. Echt gaan kijken wat er aan de hand is. Ja. Mm-hmm. Dus bij de diagnostiek moet er echt al heel goed naar gekeken worden. Ja, en het, naar het verhaal van de patiënt geluisterd worden. Ja. Absoluut. En dat verhaal, hè, je hoeft nog geen eens een druppel bloed af te nemen aan het verhaal, kunnen ze al een heleboel dingen naar voren brengen over wat gaan we nakijken. Ja. Ja. En het leuke is dus dat in rond de centra of in de regio van centra die daar kennis van hebben, de meeste modi's voorkomen. En dat is dus, natuurlijk niet zo. Dat is niet zo, maar er zijn. Nou, maar. Het is nog verder, als je naar landen kijkt waar gewoon een hele groep is onderzocht, een hele populatie. Dan kan je bijna stellen dat in Nederland misschien nog wel de helft van de modi's niet bekend zijn. Ja. En dat is vervelend voor de mensen. Want als dat een makkelijk te behandelen aandoening is, of het heeft consequenties voor je kinderen. Misschien word je wel overbehandeld, toch ook? Overbehandeld, of misschien ook wel andere dingen waar je op moet letten. Dan is dat eigenlijk niet goed. Dat is gelukkig. Kijk, vroeger wisten we dat niet. Hè? Wat je niet weet, dat kan je niet meten. Maar nu weten we dat wel. Dus nu wordt het echt tijd om daar heel veel aandacht aan te geven. Ja. Vraag van Petra. Mijn zus heeft LADA en ik nu ook. Allebei op de leeftijd van 54 jaar hebben we het gekregen. Wat is het genetische verhaal hierin? Als dat LADA is met antistoffen, dan is dat een langzame type 1. En dan heb je bij type 1 het verhaal dat je een aantal genen moet hebben. De ziekte is niet erfelijk, maar de vatbaarheid wel. Okay. En blijkbaar ben je dus in staat geweest om wel in je familie die vatbaarheid te krijgen. Ja. Maar ben je ook in staat geweest om dat afweersysteem behoorlijk lang rustig te houden. En heb je ook wel een verhaal voor ons. Maar het is wel, zij heeft het nu dus in haar zus ook, dus daar zit wel een factor in. Ja, dan. Ja, er is natuurlijk type 1 is niet, als je aan de groep type 1 mensen die wij zien vraagt, heb je iemand in de omgeving? Dan zeggen 90 van de 100 zeggen nee. Nee. Ik ben de eerste. Ja. Ga je andersom kijken en je gaat kijken achteraf wie er nog meer type 1 hebben gekregen. Ja. Dan neemt de kans toch wel toe in families. Die erfelijke vatbaarheid is belangrijk. Hè? Op straat krijgt 1 van de 1000 kinderen type 1. Broertjes en zusjes, dat zijn er al veel meer. Dat zijn er 4 van de 100. 40 van de 1000. Ja. Ja. Dus die erfelijke factor zit er wel in, maar is niet de enige factor. Het is geen erfelijke ziekte. Nee. Dit zijn erfelijke ziektes. Ja. Alleen weten we dat de uiting daarvan, er zijn ziektes die heb je meteen bij de geboorte. Ja. Je hebt dat gen en je bent ziek. Deze ziekte heeft blijkbaar, die beta-cel is toch heel slim, die insulinefabriek, die heeft niet altijd meteen last ervan. Maar, dat is ook een goed punt, dus als je diabetes krijgt, dus direct na geboorte of week na de geboorte, dan is de kans dat het een monogenetische vorm is super hoog. Echt bij babytjes. Bij babytjes, en dit is inmiddels veel bekender dan vroeger. Vroeger dacht men, dit is ook type 1, men kende de antistoffen niet en zo. Maar dit is nog zo kort bekend, dat men zoiets zoals een monogenetische vorm van diabetes kan hebben. Ja. Dat mensen die vandaag 20 zijn, die hebben het misschien op de leeftijd van een paar weken gekregen en niemand wist, het is een monogenetische vorm. Dus daar kan men wel nog bij sommige mensen terugkijken. En als iemand weet, ik heb het voor de leeftijd van 6 maanden gekregen, is het de moeite waard om daar nog over na te denken. Toch eens te laten onderzoeken. Ja. Ja. Ja, en het verhaal van mensen is heel belangrijk gebleken. Ja. Type 1 diabetes en problemen met haargroei. Ja. Type 1 diabetes en heel veel eczeem als baby. Ja. Steeds meer leren we dat er bijzondere vormen zijn van zelfs auto-immuundiabetes zijn erfelijke versies van. Dus we gaan steeds meer leren en het verhaal, we doen altijd heel erg ingewikkeld dat alles door het laboratorium moet, maar dan moet het bevestigd worden. Ja. Maar het verhaal van mensen kan ons al een heel groot stuk helpen. Ja. Dus als je daar tegenaan loopt, schrijf de punten op, bespreek het met je behandelteam en vraag om diagnostiek. En als je daar niet uitkomt, dan zijn er centra in Nederland waar je dat verder kan laten uitzoeken. Ik noem er eentje. Yes! Ja. Hey, Arjan en Jolande hebben een vraag. Zij geeft aan, ik ben de enige in mijn familie die LADA
type 1 heeft, is het erfelijk, dus ook de vraag, met het oog op mijn kinderen. Dat heb ik namelijk ergens gelezen, dat dat niet zo is. Klopt, het is dus niet een erfelijke ziekte. Alleen de vatbaarheid kunnen je kinderen krijgen, of ze dan later type 1 krijgen, is helemaal de vraag. Ja. Die kans is dus kleiner dan erfelijke ziekte, maar is iets groter dan als je het niet hebt. Als je het niet hebt, dus oké. Okay. Dus als je, als we kunnen het niet uitsluiten, natuurlijk, dat kunnen we helemaal niks, maar het is geen erfelijke variant. Nee, helemaal goed. We gaan heel erg langzaam richting de afronding. We hebben nog dik 5 minuten, dus zijn er nog vragen, stel ze nu. Ik heb nu een paar keer de term al horen vallen, dat het toch Modi toch een iets makkelijkere variant van diabetes is. Doen we de Modi-patiënten daar niet iets mee tekort? Want je hebt wel een aandoening. Nou ja, het verhaal gaat natuurlijk andersom. Iemand die diabetes krijgt, die denkt, oh my god, het is type 1. Ja. En ik moet nu mijn leven lang insuline gaan spuiten. En uiteindelijk komt naar voren, het is iets erfelijks wat wel met tabletten behandeld kan worden. Okay. Heeft natuurlijk voor- en nadelen. Ja. Als 50% van je kinderen dit ook kunnen krijgen, betekent 50% van je kinderen zouden misschien ook last van hoge suikerwaarden, of moeten op hun suikerwaarden letten, hebben misschien last van verhoogde bloedvetten of andere problemen. Laten we denken aan nierproblematiek of zo. Ja. Dus daar komen ook andere aandoeningen te kijken. En dat is dan weer een beetje een nadeel. Ja. Ja. Er is geen leuke vorm van diabetes. Nee, die bestaat niet. Ja. Nee, en dat kan dan soms wat makkelijker zijn, maar ook daarvan hebben we al gezegd, het is niet altijd zo. Het is niet zo dat als je Modi 3 hebt, het een tabletje slikken en weglopen is. Het kan ook tegenvallen. Zeker. Ook bij zwangerschap is dat weer een periode waarin dat lastig is. En je hoort al, als je ziek wordt of je been breekt en je moet op de bank zitten, kan het ook weer opspelen. Dus het is niet... En met name tijdens de zwangerschap dus, wordt het een beetje lastiger om dat met tabletten te gaan regelen. En dan moet je dan vaak toch weer terug op de insuline voor die fase. Ja. Omdat je dat in combinatie met pomp en sensor misschien veel preciezer op dit moment kunt aansturen dan met tabletten. Ja, bij sommige tabletten willen dat ook niet voor het kind. Kan dat hebben. Dat weten we niet altijd precies, dus dan doen we het liever niet. Nee. Mm-hmm. Dus ook daar, je Modi hebt en dus ook een zwangerschapswens hebt, is het heel belangrijk om dat goed te bespreken. Ja, ook om vooraf goed te bespreken en te kijken wat is hier voor de beste oplossing. Zeker ook om te vermijden dat het kind toch zwaar wordt of te rood. Hey, je gaf wel aan, Henk-Jan, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, want ik krijg ook wat reacties hier van dat er wordt aangegeven, dat is ook wat ik net zei, van je hebt een makkelijke vorm van diabetes, dat bestaat, laten we dat er gewoon eens uithalen, jongens, want dat wordt ook vaak over type 2 gezegd. Ja, een beetje diabetes bestaat ook niet, en zwaar diabetes ook niet, het is gewoon een lastige aandoening, en waar altijd aandacht en periodes van moeilijkheid bij zitten. Geen free rides. Het is gewoon vervelend. Okay. Hey, de uitzending was heel even onderbroken. We zijn nu weer terug. Maar we hadden het erover dat eigenlijk een makkelijke vorm van welke soort diabetes je ook hebt, die bestaat gewoon niet. KUT, roep ik het altijd maar, is het als je het hebt. Hoeveel procent, de vraag van Margreet. Hoeveel procent van alle diabetespatiënten heeft LADA? Heeft een LADA? Weten we daar iets van? De getallen? Dat weten we niet precies. In Nederland is sinds dit jaar een registratiesysteem met de internisten. Dus we hopen dat binnenkort te weten. Als je naar het buitenland kijkt, is dat soms wel 10%. Echt waar, joh. Ja, ja. Maar in Nederland bestond dat registratie. Nee, in Nederland hebben we iets met registreren. Ja, dat vinden we lastig, hè? Ja. En gelukkig is dat door de kinderartsen een aantal jaren terug al gestart. En vanaf eind vorig jaar zijn het medewerk van de Diabetesvereniging, Diabetesfonds, andere organisaties, federatie, is er een landelijk centrum gekomen. Een plek waar we gaan bijhouden welke vorm men zijn, hoe oud mensen zijn enzovoort. Ja. Mensen worden daar gevraagd voor toestemming, uiteraard. Maar we proberen op die manier, net als in de landen om ons heen, precies te weten welke vormen er zijn, hoeveel mensen er zijn. Ja, daarmee kan je ook beleid maken. Ja, want wat kunnen wij daarvan leren? Als we dat
Stel, we zijn 10 jaar verder en we weten nu in Nederland hoeveel procent mensen een Modi heeft of een Lada heeft. Wat hopen we daaruit te halen? Nou, daarmee hopen we natuurlijk uit te zorgen dat we de goede zorg ook neer kunnen zetten op het juiste moment. Okay. En te weten wat er nodig is voor diabeteszorg. Hoeveel sensors we straks moeten hebben of automatische pompen. Dus we willen weten en we willen natuurlijk voor onderzoek weten van hoe vaak komt dit voor. En als je iets niet weet en je hebt geen getallen, de discussie is altijd veel lastiger. Yeah. Als je weet hoeveel kinderen met kanker er zijn, weet je precies wat er nodig is. En dan weet je ook precies hoe belangrijk dat is. Als je niet weet hoeveel mensen met diabetes er zijn, dan zit je aan tafel met de minister altijd met een achterstand. Dan heb je geen idee waar je het over hebt. En trouwens, wat ik nog wilde benoemen is, we weten ook nog niet bij alle mensen waar we van denken, het is een monogenetische vorm van diabetes, klinisch. Dus qua verhaal en qua situatie van de patiënt, insulinebehoefte enzovoort, denk je aan Modi en het lijkt erop, maar er is het geen nog niet gevonden. Maar daar heb je een test voor. En, daar hebben we dus het. Maar zoals we hier op dit plaatje zien, van alle vormen van Modi, zijn er nog steeds 11% waar iedereen denkt, ja, de eigen insuline aanmaak is er en het past eigenlijk alles, maar het gen wordt niet gevonden. Okay. En dan zou je wel, en daar hebben we voor een test ontwikkeld, daar zou je kunnen kijken, is misschien toch het tabletje een optie voor jou? En daar kun je dus middels een meal test, dus dat slik je een pilletje, een milkshake, en dan kijk je hoe reageer je op dit pilletje. Die testen doen wij die hier doen ook bij hier. Ja, die heeft Stefanie ook gehad. Ja, die heeft Stefanie trouwens ook gehad. Ja. En daar hebben we ook twee patiënten gevonden die gewoon supergoed op tabletjes gaan al jaren, maar niemand weet welke genetische verandering daarachter zit. Ja, je ziet maar het heet Modi X nu even. Het heet Modi X, dus we weten niet wat zit daarachter. Maar toch, belangrijk voor die mensen is, ik kan op tabletten en het gaat supergoed daarmee. Dus blijf vragen, blijf je mag als patiënt kritisch zijn. Je mag als patiënt kritisch zijn. Je moet kritisch zijn. Hey, we gaan echt langzaam richting de afronding. Ik krijg nog wel een vraag en die is ook al eerder gesteld. Van vrouwen die tijdens hun zwangerschap zwangerschapsdiabetes hebben ontwikkeld. Daar wordt van gezegd dat de kans op het ontwikkelen van diabetes type 2, dat dat dan 50% is. Is dat echt type 2 of is dat ook een Modi variant? Goeie vraag, want die kans op type 2 is heel groot. Maar ook daar zullen mensen onder zitten die misschien in de zwangerschap dit probleem kregen vanwege Modi. Met name? Vanwege Modi. En dan is dat geboortegewicht weer van belang in het beloop van de zwangerschap. Ja. En de periode daarna, hoe makkelijk dat weer op te pakken is of heel langzaam al blijft. Mm-hmm. En zeker een punt als dat ook nog in de familie veel voorkomt, wat bij type 2 wel vaker is, maar vaak op oudere leeftijd. Altijd een reden kan zijn om dat goed te doen. Wel van belang, dat wil ik nog even noemen. De meeste Modi 2's worden tijdens de zwangerschap ontdekt. Dus als iemand alert is en dan wordt gemeten en gezien, de moeder heeft diabetes. Zwangerschapsdiabetes wordt het dan genoemd. En uiteindelijk, achteraf gezien, was dat gewoon Modi 2 en verkeerd gediagnosticeerd. Dus daar moet men wel ook op alert op zijn. Daar kunnen natuurlijk ook nog vragen over komen. Want hebben die vrouwen nadat het kindje geboren is daar last van? Nee, hebben ze eigenlijk niet last van. Het is zijn puur, dat is een andere vorm van diabetes waar je puur lichtverhoogde suikerwaardes hebt. En het wordt geïnterpreteerd als diabetes, maar is het niet. Maar ja, dat is gewoon iets waar je altijd ook als patiënt zelf moet over nadenken. Nou, hoeveel mensen heb ik in het gezin met diabetes, hoewel ze niet dik zijn, enzovoort, enzovoort. Dus daar komt heel veel te vragen en als patiënt zelf kritisch blijven. Ik heb verder niemand met type 2 in de familie. Ik ben zelf slank. Waarom heb ik nu verhoogde suikerwaardes? Hey, daar gaan we mee afronden. Blijf zelf altijd alert. Dankjewel, Dimoet. En dankjewel, Henk-Jan. Dat gaan we nu noemen. Hartstikke fijn dat jullie hier waren. Dank jullie wel ook voor het kijken. We hebben nog meer informatie. Of vind je het fijn om nog dingen terug te lezen op de site www.diabeter.nl/facebooklive? Kan je een brochure downloaden?
mode, over Modi. En er is ook dokter Aanstoot, Henk-Jan heeft een mooi artikel ook over Modi geschreven. Dus ben je daarin geïnteresseerd, ga naar de website van Diabeter, diabeter.nl/Facebook Live. Daar kan je ook deze uitzending, net zoals alle andere Facebook Live uitzendingen, op terugkijken. Maar ook de brochures downloaden. Dan sluit ik hierbij deze uitzending weer af. Dankjewel voor het kijken. De volgende Facebook Live uitzending is op woensdag 28 maart. En dan gaan we het hebben over... Er komt dokter Roeters van Lennep vanuit het Erasmus MC hier samen bij mij aan tafel. Samen met onze internist Sarah Bovenberg. En we gaan het hebben over diabetes type 1 en de volwassenzorg. Ik hoop jullie dan te zien. Tot dan. Dag.